In deze video wil ik gaan kijken naar de auto-industrie om een beetje een algemeen beeld te krijgen van deze sector. Het is een sector waar ik eigenlijk wel interesse in heb, om zeker vanwege bepaalde merken en in dit geval specifiek Tesla, waar ik dan ook zelf 30 aandelen in heb. Maar in ieder geval om een algemeen beeld te krijgen van hoe gaat het met deze sector, waar gaat deze sector naartoe, wat is de toekomst en hoe zijn verschillende automerken daarmee bezig. En ik wil daarbij inzoomen op verschillende automerken, populaire automerken, ik denk in Nederland, maar zeker in Europa en misschien wel in de rest van de wereld. En door deze automerken met elkaar te vergelijken om een beter beeld te krijgen dus van die autosector. En ik hoop je mee in deze video dus een basis te leggen waarmee we in volgende video's dat we daar verder kunnen bouwen op de informatie uit deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. We gaan in deze video dus kijken naar de hele sector. En wat een heel erg belangrijk punt is van deze sector natuurlijk, is het aantal verkopen. Dus wat zijn de wereldwijde verkopen van de laatste 5 jaar? Laten we daar even op in gaan zoomen. Dan zien we eigenlijk al dat de laatste paar jaren de groei er in principe al uit is. En zelfs eigenlijk in 2019 hebben we een daling ingezet. Kijken we naar 2015, hadden we nog 91 miljoen verkopen. Het jaar later 95 miljoen. In 2017 en 2018 lag dit gelijk op 97 miljoen. En afgelopen jaar, 2019 dus, daalde dit al met 5 miljoen stuks. Oftewel zo'n 4% naar 92 miljoen auto's. En het ziet er niet naar uit dat 2020 een beter jaar gaat worden. We zagen al een dalende trend en ik denk ook dat deze wel door gaat zetten. Maar we hebben inmiddels ook te maken met het coronavirus. Consumentenvertrouwen is laag. Mensen gaan nu geen auto kopen, gaan geen grote uitgaven doen. Die stellen dat soort dingen nog uit. En we zien in principe al ook dat dit effect heeft. Want kijken we naar het eerste kwartaal, dan zagen we dat in Nederland alleen al de autoverkopen met 10% waren gedaald. En de grootste klap daarvan was in maart, toen ook Nederland getroffen werd door het virus. Want toen daalden de autoverkopen met bijna 25% in die ene maand vergeleken met maart vorig jaar. En zoals gezegd kan ik niet alle automerken gaan behandelen, dus laten we een paar aan de ene kant grote autofabrikanten, of in ieder geval populaire merken uit Nederland pakken. En dit zijn dus hele grote, maar ook nieuwkomers zoals Tesla neem ik daarin mee. En die verkoopaantallen heb ik in deze grafiek, of in dit overzicht gezet, in deze tabel zo moet ik het zeggen. Hier zie je de verkopen per merk per jaar in miljoen aantal stuks, dus wereldwijd ook weer. Dus we zien bijvoorbeeld in de bovenste regel Volkswagen staan met zo'n 10 tot 11 miljoen auto's per jaar. Ford met ergens tussen, ja, rond de 6 miljoen. Toyota, een hele grote PSA, dat is Peugeot, Citroën, Opel, al die merken die daaronder vallen. En tenslotte Tesla neem ik daarin mee. Het is geen grote autofabrikant, maar wel een steeds belangrijkere. En ook zeker in Nederland een van de meest verkochte modellen, of het meest verkochte model misschien wel vorig jaar. En we zien ook de wereldwijde totaal aantal verkopen. Het zijn iets andere getallen als wat we eerder zagen. Deze getallen heb ik uit de jaarcijfers gehaald van Volkswagen of Ford. En hier vergelijken zij mee om aan te geven welk marktaandeel ze hebben. Ze wijken niet heel veel af, maar ja, het is wel net een klein beetje anders. En in de laatste kolom zien we dan ook de groei in de laatste 5 jaar. We zien dat de totale markt in principe nog steeds 4% is gestegen, ondanks die krimp in 2019. Sommige merken doen het wat minder, zoals Ford, die bijna 20% is gedaald qua verkopen. Andere liggen stil, zoals Toyota. En PSA doet het dan juist heel erg goed met bijna 20% groei. Behalve vergeleken met Tesla, maar ja, die hebben een kleiner aantal, dus daar is de groei makkelijker. Maar alsnog 600% gegroeid in de laatste 5 jaar. En dan heb ik ook onderaan nog een vergelijking gemaakt tussen bijvoorbeeld Volkswagen en Tesla, of de top 4 vergeleken met Tesla. En de reden dat ik vergelijk met Tesla, dat Tesla het enige bedrijf op dit moment is dat volledig op de toekomst is gericht. In ieder geval van de grote merken, er zijn wel meerdere merken die dat doen, maar niet van, ja, met echt grote verkoopaantallen. En je kunt wel zeggen dat Tesla inmiddels, aangezien ze dit jaar 500.000 auto's hopen te verkopen, of verwachten te verkopen, dat het toch wel een groot merk is. Dat zij het enige grote merk zijn dat zich volledig richt op de toekomst, op elektrische auto's. Terwijl eigenlijk andere merken zoals Volkswagen en dat soort dingen ook nog steeds bezig zijn met verbrandingsmotoren, terwijl ze een klein gedeelte alvast richten op de toekomst en elektrisch rijden. En dan zien we ook dat in 2015... voor elke Tesla die gemaakt werd, verkocht Volkswagen zeg maar 194 auto's. En dit is inmiddels al gedaald naar 1 Tesla ten opzichte van 30 Volkswagens. En vergeleken met de top 4 was dat eerst 1 op 554 en nu is er nog maar 1 op 78. Dus we kunnen duidelijk zien dat het verschil tussen deze twee merken, of de top 4 met Tesla, steeds kleiner wordt. En dat dus steeds meer
Verkoop zit in juist die elektrische auto's. Maar niet alleen verkoopaantallen zijn belangrijk, ook de verdienmodellen. Op welke manieren verdienen autofabrikanten geld met de verkoop of met andere onderdelen van hun bedrijf? Nou, daar ga ik kijken in dit stukje. En hier zijn eigenlijk 4 onderdelen in te onderscheiden. Het eerste verdienmodel is natuurlijk de productie en verkoop van auto's. En de meeste fabrikanten is het dan zo dat ze een auto produceren en deze vervolgens verkopen aan een importeur van een bepaald land en vervolgens aan een dealer of misschien rechtstreeks aan een dealer. En dat eigenlijk de rechtstreekse levering aan consumenten bij de meeste merken nog niet voorkomt. Dat er eigenlijk altijd dus een importeur of een dealer of in veel situaties zelfs een importeur en een dealer tussen zitten. En dat zij dus de auto's aan deze partijen doorverkopen. Het geld dat zij hiermee verdienen is dus de waarde van de auto die ze verkopen op dat moment, min de kosten die het heeft gekost om die auto te produceren. En dit is denk ik het meest bekende verdienmodel van autofabrikanten. De meeste mensen zullen hierbij aan denken. Maar ik denk juist dat het tweede verdienmodel ook heel erg belangrijk is. En dat is het onderhoud van auto's. En dan kunnen we hier bij autofabrikanten eigenlijk onderscheid maken tussen 2 dingen. Aan de ene kant is dat het servicecontract. Dus misschien heb jij standaard zoveel jaar garantie. Dat je dat vervolgens verlengt met een koop. En daar geeft in principe de... Het merk geeft dan de garantie. Maar het kan ook zo zijn dat je onderhoud laat doen. Nou, het onderhoud zelf is meestal een verdienmodel voor de dealer waar je naartoe gaat. Daar is het meeste is werkplaatstarief, oftewel uurloon van degene die aan jouw auto werkt. En de dealer verdient dan ook aan onderdelen, omdat hij misschien een bepaald onderdeel voor €50 inkoopt en voor €100 verkoopt aan jou. Dus daar ligt ook nog een stukje van zijn marge. En een autofabrikant deelt daar wel een beetje in mee, want veel modellen zullen op franchisebasis zijn. Zij mogen de naam van het merk gebruiken in ruil voor een gedeelte van de omzet of de winst van een dealer. Maar waar een autofabrikant het vooral van moet hebben op onderhoud zijn de onderdelen. Dus wanneer jij een onderdeel bestelt of nodig hebt, dan bestelt misschien de dealer dat voor jou bij de autofabrikant. Want jij bent als autofabrikant waarschijnlijk de enige die het onderdeel kan leveren. Of misschien zijn er wel meerdere, maar er is niet heel veel concurrentie. En juist op onderdelen zit een heel erg goede marge, want ze weten toch wel dat jij het onderdeel nodig hebt om je auto te repareren. En het is zelfs zo'n goed verdienmodel dat Elon Musk heeft gezegd dat er sommige autofabrikanten modellen uitbrengen waar ze geen geld op verdienen op de verkoop van de auto, om vervolgens alleen te verdienen op de onderhoud en dat soort dingen van de auto. En hij kan het denk ik weten als CEO van Tesla. Ik heb zelf ook nog gezocht naar informatie om dit te onderbouwen. Het is heel erg moeilijk te vinden, zeker niet in de jaarverslagen van autofabrikanten, want die maak het onderscheid niet tussen een verkochte auto of een verkocht onderdeel. Dat valt vaak samen. Dus je kunt niet zien hoe die verdeling zit. Maar ik geloof wel dat Elon Musk daar gelijk in heeft. En ik heb 1 onderzoek kunnen vinden wat betreft reserveonderdelen. En als we daarin gaan kijken, zien we dat eigenlijk in de grote markt, zoals dus Amerika en Europa, de vervangingsonderdelen een best wel belangrijk deel zijn van de winst. En ooit zelfs wel een kwart tot en met 40% van de winstmarge daarin valt. Of ook regelmatig zelfs 35 tot 50% van de omzet van deze autofabrikanten. Dus onderschat vooral het onderdeel, het verdienmodel, onderhoud niet. En daarmee komen we bij het derde verdienmodel. En dat is leasen, want dat wordt een steeds belangrijker onderdeel voor autofabrikanten. Er zijn 2 verschillende varianten van leasen. Aan de ene kant zie je lease income, zoals het vaak wordt genoemd in deze jaarverslagen. En dat betekent dat een autofabrikant bijvoorbeeld een hele vloot leased aan een autoverhuurbedrijf. Of misschien dat een consument het via een bepaalde bank van dat merk, de lease maatschappij eigenlijk van het merk zelf, een auto leased. En dat je na een bepaalde periode de auto weer inlevert. Je betaalt dan eigenlijk voor de service gedurende die tijd, een opslag daarop. En de afschrijving van die auto, die zit al verwerkt in het maandbedrag dat je betaalt. En na die tijd lever je je auto dus gewoon weer in bij het bedrijf. Maar wat je ook vaak ziet is financial lease. En dat wil zeggen dat je eigenlijk de auto koopt, maar dan met geleend geld. Dat geld leen je bij bijvoorbeeld de Volkswagen Bank, die hebben zo'n instelling. Daar kun je dus het geld lenen om die auto te kopen. En dan is die auto dus in principe van jou. Dan moet je rente betalen over het geleende geld. Dus stel je koopt een Volkswagen voor €50.000. Dan los je elk jaar een beetje af, net zoals bij je hypotheek, waarop het bedrag wat open blijft staan, daar betaal je rente over. En die rente is dus ook weer een verdienmodel voor de autofabrikant. En aangezien leasen steeds meer normaal wordt, steeds gebruikelijker is, wordt het een steeds belangrijker onderdeel, een belangrijker verdienmodel voor autofabrikanten. En er zijn er natuurlijk nog wel meer verdienmodellen, die heb ik even onder overige gezet. Er zijn verschillende kleine, grote, dat hangt een beetje af per autofabrikant het verschil. Maar het is vaak ook zo dat met veilingen veel geld wordt verdiend. Het kan dus zo zijn, zoals we eerder zeiden, dat een bedrijf heel veel auto's verhuurt of leased
aan een verhuurbedrijf. Na een tijdje, na een afgesproken periode, komen die auto's weer terug naar bijvoorbeeld Ford. En ze hebben dan van tevoren afgesproken wat de restwaarde is van die auto's. En op dat moment zit Ford misschien met 1000 Ford-modellen. Die gaan dan naar een veiling en daar worden ze weer verkocht. Maar ook wanneer je als consument bijvoorbeeld met een actie gebruik maakt van een autofabrikant, dat je een auto in gaat ruilen. Nou, dan zit een autofabrikant of een dealer in één keer met heel veel auto's. Die kunnen misschien dan door worden gezet naar de autofabrikant die ze weer gaat veilen op die manier. Of zoals eerder gezegd, ook als je een auto zelf leest en je ruilt hem na 5 jaar in bijvoorbeeld, dan zit ook daar bij die leasemaatschappij. Die zal vervolgens die auto's weer op de veiling brengen om door te verkopen aan dealers, die ze dan weer doorverkopen aan consumenten. Maar ook het verdienmodel van software wordt steeds belangrijker. De meeste autofabrikanten zijn er een beetje mee bezig en dan is het vooral bijvoorbeeld navigatiesoftware en dat soort dingen. Maar kijk bijvoorbeeld naar Tesla, waar je steeds meer software achteraf kunt bestellen, wat dan geactiveerd wordt in je auto. Het bekendste pakket is denk ik Full Self Driving, wat 6.000, 7.000 euro kost. Dat is puur softwarematig, dus dat is 100% winst in principe. En dit wordt een steeds belangrijker onderdeel. Maar denk ook bijvoorbeeld aan taxidiensten. Tesla is daarmee bezig, maar ook Volkswagen heeft daar plannen voor. Dat in de toekomst het aanbieden van een taxiservice, eigenlijk zoals Uber, alleen dan door de autofabrikant zelf, in de toekomst dus een veel belangrijker en veel groter onderdeel zal worden van verdienmodellen. Dat het dan niet meer onder het kopje overige valt, maar een verdienmodel op zich wordt. En ook ik heb verschillende verdienmodellen. Eentje daarvan is YouTube. Dus je zou me heel erg helpen als je het een leuke, interessante video vindt door een duimpje op deze video te geven, zodat meer mensen deze video te zien krijgen. En ik zelf natuurlijk ook weet welke onderwerpen jullie interessant vinden. En als je zelf dan nog meer video's wilt zien, maar je bent nog geen abonnee, om hier even onder op abonneren te klikken, op het belicoontje te klikken om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. Dan gaan we nu verder met de cijfers van deze autofabrikanten. En in dit overzicht zie je de cijfers eigenlijk van 2019. En hier staan bij in de kolommen staan dan de automerken. We zien dat bijvoorbeeld Volkswagen $252,6 miljard of euro omzet heeft gehad. En Toyota in de derde kolom, dat was de grootste autofabrikant qua omzet in ieder geval, met $272 miljard. Daaronder zien we de kostprijs en dat betekent dus wat heeft het gekost om deze omzet te realiseren. Dus in het geval van Ford bijvoorbeeld, ze hebben $134,7 miljard moeten uitgeven aan materiaal en dat soort dingen om uiteindelijk $155,9 miljard omzet te halen. En als we die twee bedragen van elkaar afhalen, dus de omzet min de kostprijs, komen we uit op de bruto winst. En we zien eigenlijk dat bij alle merken in principe de bruto winst gewoon prima is en dat het een percentage is van 15-20% zeg maar van de omzet, dat ze dat als bruto winst halen. Alleen de bruto winst naar netto winst, daar worden zelfs grote stappen gemaakt, grote verminderingen vinden er plaats. Sommige merken gaat het naar een derde, dus kijk naar Volkswagen, van 49 naar 16. Bij andere merken zoals Ford gaat het bijna naar 0. Of in het geval van Tesla gaat het zelfs onder 0. Nou, waar komt dat daardoor? Aan de ene kant zitten hier de kosten van verkoopkosten, algemene kosten, administratiekosten in. Dus dat wil zeggen personeel, fabrieken, advertentiekosten. En vooral advertentiekosten zijn voor heel veel merken een heel erg grote post. Kijk bijvoorbeeld naar Ford of Daimler. Daar heb ik niet meegenomen Daimler. Maar dat zijn merken die zeg maar tussen de 3 en 5 miljard dollar per jaar uitgeven aan reclame. Maar ook research en development kosten vallen hieronder. Dus hoeveel geld zet jij apart, gebruik jij voor de ontwikkeling van toekomstige modellen of de doorontwikkeling van huidige modellen en huidige techniek. Maar denk ook aan dividend, dat je geld betaalt als je winst maakt, of soms zelfs als je geen winst maakt, dat bedrijven toch dividend door blijven betalen om aandeelhouders tevreden te houden. Dat zien we bijvoorbeeld bij Ford, maken helemaal niet zoveel winst, maar toch geven zij 2 tot 2,5, 3 miljard dollar per jaar uit aan dividend aan hun aandeelhouders. Maar ook bijvoorbeeld weer rentebetalingen die je moet doen als je als autofabrikant heel veel geld hebt geleend, en dat hebben de meeste autofabrikanten, moet je daarover weer rente betalen. En in het geval van Ford is dat weer bijna $1 miljard per jaar aan rentebetalingen. En dat gaat dus allemaal van die bruto winst af en zorgt dus eigenlijk voor dat je een heel groot gedeelte van die bruto winst, dat er steeds minder van overblijft. En als ik dit dan zo zie, dan heb ik eigenlijk twee vragen. Aan de ene kant, waar komt de winst vandaan en wat is de invloed van verdienmodellen op deze winst? En aan de tweede kant, waar gaat het geld juist naartoe? Wat zijn de uitgaven die ervoor zorgen dat de bruto winst, die altijd best wel netjes is bij deze bedrijven, soms een heel stuk daalt of zelfs onder nul komt of richting de nul gaat? Laten we voor de eerste vraag dan even gaan kijken
naar de jaarrekening van Ford. En daar zien we dan het verdienmodel, laten we het zo maar even noemen, een overzicht daarvan. We gaan ons dan vooral focussen op de vierde kolom, de subtotal, omdat dat eigenlijk alles is wat met auto's te maken heeft. En een optelsom is van de eerdere drie kolommen van Automotive, Mobility en Other. En je ziet hier eigenlijk in de subtotal dat de kosten groter zijn dan de revenue, dan de omzet. Oftewel dat er eigenlijk verlies wordt gemaakt. Op Automotive zelf, dat maakt nog wel winst. Het is juist Other dat zorgt voor het verlies. En dat zijn misschien verliezen van afschrijvingen in het verleden of betalingen aan rentes en dat soort dingen. We zien hier in de vijfde kolom dat Ford Credit een belangrijk verdienmodel is voor Ford. Zoals eerder al zei, leasemaatschappijen en dat soort dingen worden steeds belangrijker. Het leasen van auto's aan consumenten en dat soort dingen. We zien hier dat Ford $2,2 miljard winst maakt op een omzet van $12,2 miljard. En dat eigenlijk 1 op de 3 dollar die Ford verdient, dat uit dit onderdeel komt. En dit is dan misschien wel voor Ford, maar ook bij andere merken wordt het steeds belangrijker. Is het een heel belangrijk onderdeel, een heel groot onderdeel van de winst ook. Bij Tesla valt het op zich nog wel mee, omdat zij pas hebben eigenlijk aangekondigd dat het mogelijk is om auto's te leasen, in ieder geval in Amerika zo. En zij hebben graag ook die auto's trouwens weer na een tijdje terug, omdat zij hopen dat zij deze in de toekomst kunnen inzetten als taxidienst, zoals ik eerder al besprak. En dat waren dus de verdienmodellen, maar ook heel belangrijk waren dus juist die uitgaven, zoals gezegd. Ford geeft elk jaar tussen de 2 en 2,5 miljard dollar uit aan advertenties, commercials, reclames om hun auto's te promoten, zodat mensen een auto komen halen en zij dus omzet kunnen halen. En dit geldt trouwens voor vele merken die echt miljarden dollars per jaar hieraan uitgeven. Ook research en development is heel erg belangrijk. Ford geeft daar zo'n 7 tot 8 miljard dollar per jaar uit. Dus de ontwikkeling van huidige modellen, de doorontwikkeling van techniek, of ook het investeren in de toekomst, elektrische auto's zoals de Mach-E Mustang. En uiteindelijk dus ook elk jaar zo'n 2 tot 3 miljard dollar aan dividend. En dit geldt dus ook weer voor Ford. Maar ook al die andere merken doen dit vooral, behalve Tesla. Tesla geeft niets uit aan dividend aan aandeelhouders en ook niets uit aan advertenties. Dus waar andere merken miljarden dollars per jaar uitgeven, doet Tesla dat niet. Tesla investeert alles in nieuwe modellen, verbeterde techniek en fabrieken dus voor de toekomst. In de hoop dat ze in de toekomst alleen maar groter kunnen worden en beter kunnen concurreren met deze autofabrikanten. En dan gaan we nu kijken naar de toekomst op korte termijn. En het lijkt mij dat de toekomst elektrisch is. Je ziet dat aan de verkoopaantallen, dat steeds meer elektrische auto's worden verkocht. Dat de consument daarnaar aan het kijken is. En in ieder geval een elektrische auto aan het overwegen is. Maar als je dat niet vanuit jezelf doet, dan is het grote kans dat dat vanuit de overheid wel gebeurt. Want steeds meer landen, regeringen kondigen aan binnen 5 of 10 jaar het verbod eigenlijk op verkoop van verbrandingsmotoren in te voeren. Ik weet niet of het Europees al zo geregeld is, maar bijvoorbeeld in Noorwegen ligt dat jaartal op 2025 en in Nederland is dat ingesteld op 2030. Dat wil zeggen dat per 2030 je geen auto kunt kopen met een verbrandingsmotor, maar dan ben je dus verplicht om een elektrische auto te kopen. Of misschien waterstof en dat soort dingen. Maar ja, de meest waarschijnlijke vorm die je dan gaat kopen is een elektrische auto. En je zou dus zeggen dat autofabrikanten hier volop mee bezig zijn en zich volledig richten op deze toekomst. Omdat het eigenlijk, ja, misschien binnen 5 tot 10 jaar is het in ieder geval in Europa al verplicht om dit soort auto's aan te bieden. En daarom heb ik dus ook Tesla weer in dit voorbeeld meegenomen. Ja, natuurlijk omdat ik 30 aandelen heb. Het is een heel erg populair aandeel op de beurs, maar ook in onze community. Maar Tesla is, zover ik eigenlijk kan bedenken, het enige merk met redelijke verkoopaantallen die zich volledig richt op elektrisch rijden. Andere autofabrikanten zijn er ook mee bezig, maar behalve op elektrisch hebben zij vooral de omzet halen zij nog uit verbrandingsmotoren. En natuurlijk hebben ze wel goede voornemens. Kijk naar Volkswagen, die zeggen in 2028 hebben we meer dan 70 elektrische modellen. En kijken dan bijvoorbeeld naar Amerika, maar Ford en GM, zij zeggen in 2026 meer dan 300.000 elektrische auto's te verkopen. Dat klinkt heel erg positief, maar dat is eigenlijk hetzelfde aantal als Tesla afgelopen jaar al heeft verkocht. Maar ga je het afzetten tegen de verwachting van de verbrandingsmotoren die zij dan denken te verkopen, dat zijn dan meer dan 5 miljoen. En is eigenlijk die 320.000 die zij zeggen, het is nog geen 5% van hun totale afzet. Dus die merken zijn helemaal niet zo daarmee bezig. Misschien ook omdat het Amerikaans is. Trump er totaal niet in gelooft in het milieu. Het Parijsakkoord gewoon aan de kant schuift en zich volledig richt op wat goed is voor het land op korte termijn. En dat is vooral olie en dat soort dingen produceren. Dus ja, de merken
zijn er wel mee bezig, zeggen ze, maar zeker niet de volledige aandacht. En ik denk dan ook dat ze vooral bezig zijn op dingen op de korte termijn te kijken en zeker niet de focus ligt op de lange termijn. Waar hun focus dan wel ligt bij die 5 miljoen modellen zijn vooral SUV's en pick-up. Deze segmenten zorgen al voor een heel groot gedeelte van de omzet van autofabrikanten. Ik geloof zelfs dat het rond de 40% al tegenwoordig SUV's zijn die gekocht wordt. Het enige nadeel, een SUV en een pick-up is wat groter. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat ze zoveel verkocht worden. Vanwege het gevoel van veiligheid, misschien veel spullen mee kunnen nemen. Maar het zorgt ook tegelijkertijd, als het geen elektrische model is, dat het voor meer uitstoot zorgt. Dat zien we ook terugkomen in de jaarcijfers van Volkswagen. Want je verwacht natuurlijk dat zij telkens aan het verbeteren zijn. Maar de uitstoot van gemiddelde per auto neemt de laatste jaren telkens met 1 gram per jaar toe. En aan deze uitstootcijfers zijn weer wetten en regels gekoppeld. Dat zijn zeg maar de CO2-emissierechten of in Amerika de ZEV-credits. Dat houdt eigenlijk in dat je als je een bepaald aantal auto's produceert, je een bepaald aantal uitstoot mag doen. En dat je binnen je groep natuurlijk wel mag compenseren of mag middelen. Dus stel, je hebt als Volkswagen zijnde, verkoop je aan de ene kant een Lamborghini, dan kun je die uitstoot afzetten tegen gemiddelde van bijvoorbeeld Volkswagen Polo's of elektrische ID3's, dat je gemiddeld maar uitkomt op een goed getal. Ga je dat nou niet halen, zit je nog steeds te hoog met het gemiddelde uitstoot per auto, dan krijg je aan de ene kant een boete, of je kunt zorgen dat je emissierechten bijkoopt. Fiat Chrysler heeft dat bijvoorbeeld gedaan. Zij hebben de rechten, een deal gemaakt met Tesla om hun rechten te kopen. De rechten dus van Tesla. Waarom van Tesla? Tesla maakt dit jaar naar verwachting dus zeg maar 500.000 auto's. Maar ze hebben volledig, zijn 100% elektrisch. Dus die hebben geen uitstoot. Dus ze hebben nog heel veel ruimte over om uitstoot van die 500.000 auto's te doen. Dus die rechten kunnen ze dan verkopen aan een andere groep. In dit geval dus Fiat Chrysler. Die bereid is daar de komende jaren $2 miljard voor te betalen. En behalve dat die $2 miljard dan gewoon 100% winst is, is het eigenlijk ook nog zo dat een concurrent jou gaat helpen richting de toekomst. Want zij betalen geld wat jij waarschijnlijk gaat gebruiken voor de ontwikkeling van een fabriek, voor nieuwe auto's. Dus jij kunt het investeren in jouw toekomst, waardoor je in de toekomst alleen maar concurrerender wordt. En dat is ook een van de redenen waarom ik zie dat Tesla die voorsprong die ze nu hebben kunnen vasthouden of zelfs wel uit kunnen breiden de komende jaren. Dus de focus van autofabrikanten zal dan wel liggen op elektrisch rijden. Al is het maar omdat je niet het geld wilt geven aan je concurrent, zou je zeggen. Maar dat valt eigenlijk zeker wel mee eigenlijk. Ze laten het waarschijnlijk wel blijken dat ze heel erg positief zijn richting de toekomst met elektrisch rijden. Maar eigenlijk valt het allemaal wel mee en zeker nu ook met het coronavirus. Er moet bezuinigd worden en een van de eerste dingen waar bezuinigd op wordt is R&D, dus Research and Development. Dat komt omdat bij deze kosten niet direct winst of omzet tegenover staat, want het zijn eigenlijk dingen voor in de toekomst. En dit is heel makkelijk om korte termijn dus daar in ieder geval geld weg te halen. Om dat in ieder geval de balans beter te laten lijken. Dat je kan zeggen tegen je aandeelhouders van, we hebben weer heel veel geld bespaard. Maar ook dat is weer veel te kortzichtig. Veel te kort op de korte termijn gericht, laat ik het zo zeggen. En zeker niet nagedacht over de komende 5 tot 10 jaar. Maar de reden hierachter is dat ze liever zich nu focussen op auto's verkopen waar ze alles van weten, die ze goedkoop kunnen maken. Dat zijn dus de verbrandingsmotoren. En zich niet willen richten op de toekomst, op elektrische auto's, modellen waar misschien maken ze dan niet eens winst op, misschien moet er geld bij. En bij deze elektrische auto's is ook weinig onderhoud, dus ook dat is weer een verdienmodel dat wegvalt. En daarom zul je zien dat heel veel grote merken heel veel geld dus weghalen bij R&D om vooral maar verbrandingsmotoren te verkopen, om op de korte termijn veel geld binnen te halen en veel onderdelen, veel onderhoud te kunnen aanbieden aan klanten. Maar goed, dus nog genoeg onderwerpen voor toekomstige video's. Video's waar we dus weer verder kunnen bouwen op de informatie die we in deze video hebben behandeld. Hoeft trouwens niet alleen te gaan over elektrische auto's. Kan ook over andere onderdelen gaan. Bijvoorbeeld juist het onderhoud of de leasing. Want kijk bijvoorbeeld weer naar Ford. Heel veel geld hebben we gezien verdienen zij door middel van leasing. Maar in Amerika heb je natuurlijk ook net zoals hier te maken met het virus. Heel veel Amerikanen verliezen hun werk, verliezen hun baan. Dus ook hun inkomen, een groot gedeelte van hun inkomen, het volledige inkomen, misschien een klein gedeelte van hun inkomen. En waar ze tijdens de vorige crisis dan vaak hun hypotheek niet betaalden, is dat bij deze crisis juist zo dat ze graag wel die hypotheek betalen, zodat ze kunnen blijven wonen en zitten waar ze wonen, maar dat ze juist niet hun auto gaan betalen. En dit is dus een groot risico voor Ford als mensen hun auto niet betalen. Niet als een paar mensen dat doen, maar wel als heel veel mensen dat doen. Dan kun je zeggen, Ford heeft de auto toch als onderpand, zeg maar. Dan kunnen ze die toch weer verkopen. Ja, dat klopt. Maar ook dat is alleen interessant wanneer een paar mensen niet betalen. Maar wanneer dadelijk 10.000 of 100.000 Amerikanen hun autolease niet betalen bij Ford, zit Ford in één keer met 100.000 auto's die ze moeten gaan veilen. Bij zo'n aanbod
is groter dan de vraag waarschijnlijk. Ook niemand zit te wachten op een nieuwe auto of een tweedehands auto. Dus ga er maar vanuit dat wanneer dat zou gebeuren, de waarde van zo'n auto nog veel verder zakt. En dat Ford hier een heel groot verlies op gaat leiden. En zo zie je dus maar alweer een onderwerp waar ik zo een hele video over kan maken. Dus weet jij een leuk onderwerp, een interessant onderwerp om verder te gaan in een volgende video? Laat dat weten in de reacties onder deze video. En dan gebruik ik jullie input dus voor een onderwerp in de volgende video. Niet per se de volgende, maar een video in de toekomst. En zie je een reactie staan van een onderwerp dat je ook graag wilt zien, geef die reactie dan een duimpje omhoog. En degene die de meeste duimpjes omhoog krijgt, zal ik waarschijnlijk als eerste behandelen. Dan zijn we hiermee aan het einde gekomen van deze video. En wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dat is goed voor het YouTube kanaal. Daar help je het kanaal heel erg mee. Maar ook veel meer mensen krijgen deze video te zien. En hebben dus weer iets leerzaams te bekijken. En wil je zelf nog meer video's zien zoals deze, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen. Of passief inkomen. Dus klik hieronder ergens op abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan zie ik jou graag terug bij de volgende video.